De man met de hoge rug, met de kattenrug, is hij jarenlang eigenlijk genoemd. Tom Erik Oxholm uit Noorwegen. En Hans Magnusson uit Zweden is zijn tegenstander. Een goede tegenstander, want Magnusson heeft 1.56.10 staan als persoonlijk record. Terwijl Oxholm nooit sneller was dan 1.57.19. Oxholm is ook een van de veteranen uit de Noorse ploeg. Een man die buiten de officiële kernploeg is gelaten en zich op eigen houtje qua trainingen voorbereidt op dit seizoen. Maar er nog steeds bij hoort. De opening is voor Magnusson. 25-66. Zelfde opening, nagenoeg althans, dan die van Frits Galey. Kijk naar die nog altijd typische schaatshouding van Oxholm. Met die ronde rug. Een steer, een man van de echt lange afstand. En de 1500 meter, daar heeft hij toch eigenlijk altijd moeite mee. Magnusson nog licht aan de leiding. 55-7. 0,2 seconden langzamer dan Frits Galey. We gaan naar de 1100 meter. Met andere woorden, we gaan aan de laatste ronde beginnen. Bij 1.26.17 voor Magnusson, die nu inderdaad 0,3 seconden sneller is gereden dan Frits Galey op de overeenkomstige afstand. En dat betekent dat Galey toch in die ronde tussen de 7 en de 1100 meter het een heel klein beetje heeft laten afweten. Daar heeft hij zijn verlies geleden. Oxholm blijft redelijk in het spoor, maar de ritzegen gaat duidelijk toch wel naar Magnusson. Dit is de tijd 1.57.65 en Oxholm 1.58.82. Geen persoonlijke records, maar weer, het zij herhaald, goede tijden.